We zitten vast in de lift. Dit is echt drama. Lekker man. Ik wil niet meer. Dit is echt een droomformaat. Oh, kijk eens, jongen. Overal licht. Wil. Yo mensen, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. En vandaag ben ik weer fantastisch wakker geworden in mijn nieuwe huisje. Oh, en jongens, wat is dit toch lekker! Oh. En kijk eens even wat er is. Ja, ik heb eindelijk mijn bed. Ik heb even 2 dagen op een matras geslapen. Toen heb ik ook nog 1 dag een luchtbed gekocht. Want matras sliep echt niet zo heel chill. Maar nu heb ik gewoon heerlijk mijn bedje van beddenpijn.nl. En ik ben er zo erg blij mee. Hey, wordt er nog gevlogd vandaag? En wordt gevlogd vandaag. Nee. Oh, jij hebt ook een lekker bed van beddenplein. Kom kijken dan. Wacht. Kijk. Moet je trouwens kijken wat ik gisteren heb gedaan. Dit is een oud dekbed van mij. En ik had het proberen op te hangen hier, want we hebben nog geen gordijnen. Maar het werkt niet, of wel? Het werkt niet. Het viel weer gelijk af, dus ik heb het oogmasker gebruikt. Ja. Maar laat je bed zien, Kom kijken. Willem is er trouwens niet. Willem! Nee, is er niet. Nee, Willem is er. Zo! Hey! Ook lekker, hè? Oh, lekker man. Hey, voor jou is het ook nu de eerste keer dat je echt, zeg maar, een echt groot bed hebt. Eerst had je 160 bij 2. Hey, 140. Oh, 140? Ja. Zo, dit is een 180 bij 2, dus je slaapt fantastisch. Ja, je kan gewoon zo slapen eigenlijk. Ja, dus als er echt een keer heel veel mensen zijn en we hebben echt slaapnood 1... 2, 3, 4. Bij jou nog 4. Bij mij 4, op de bank nog 1. Willem ook 3 dan. Het is vandaag zondag en we hebben echt een fantastisch weekend gehad. We hebben allemaal leuke dingen gedaan en ja, hè, Amsterdam, nou ja, Amstelveen. We zitten in de buurt van Amsterdam, dus we zijn ook lekker uit geweest. Donderdag zijn we naar de Supper geweest. Vrijdag zijn we naar de Alles geweest, volgens mij zijn we in de Air geweest. Cooldown, Jimmy. Maar Willem die was op zijn bek gegaan. Die was op straat gevallen, dus die is naar het ziekenhuis gegaan. Het viel me mee, hij had niet heel veel... Ja, zeg maar, het was niet heel erg, maar wow. Uiteindelijk was het net als bij Sam. Ik weet niet of jullie dat weten, maar Sam Postma had een peesje gescheurd. Maar hij was dus... hij liep samen met een meisje, toen vielen ze allebei tegelijkertijd zo achterover. Omdat het meisje dus bij Willem achterop sprong. Maar hij heeft dus een peesje gescheurd. Ja, nou, best kut. Gekke Willem. Maar ik heb wel zien, maar Willem sport best wel veel. En nu kan hij eigenlijk niet meer sporten. Een beetje straks ook. En nog een gek dingetje, namelijk, gingen wij even boodschappen doen. En zoals jullie weten zijn we de enige in het gebouw nog, maar nu niet. Want nu hebben we de buurman is er nu wel. Maar toen zaten we nog alleen in het hele gebouw. En wij gingen met z'n 3 boodschappen doen. En ik zei nog, ja jongens, gaan jullie maar, ik wacht hier wel even. Nou, en wij staan in die lift en opeens is het... En we stonden stil. En toen hebben we 3 kwartier lang hebben vastgezeten in de lift. Maar weet je, het allerkutste is dat je in die lift geen bereik hebt. Dus wij dachten, kut. Ja, wij konden ook niemand bellen. Dus we zaten daar echt gewoon met z'n 3 en we gingen op een gegeven moment op de grond zitten. En toen hebben we op die noodknop gedrukt en toen hebben we gewoon met zo'n centrale gebeld. Maar ik had het wel een beetje gefilmd, dus hier zijn de beelden. Ja, jongens, dit is de 2e dag dat we hier zijn. En we zitten vast in de lift. Dit is echt drama. Alleen wat het probleem is, wij zijn de enige in dit gebouw. Dus we hebben net dat knopje gebeld. En toen zeiden ze, zeggen van ja, er komt een monteur naar jullie kant op. Maar wij zeggen, ja, dat is leuk, maar er kan niemand naar binnen. Dus ja, dat is eigenlijk jullie situatie. Ja, ze zei al van, oké, het gaat zeker een uur duren. Dus waarschijnlijk zit hier nog een uur. En we willen net gaan eten. We willen echt net eten gaan halen, maar goed. A few moments later. Lekker man. Ik wil niet meer. We zijn nu een half uur verder. Ja. En als het goed is, komt er nu iemand hierheen die de lift gaat maken, maar niemand kon open doen. Nee. Dus nu komt onze buurman vanuit thuis, want niet hier thuis, maar vanuit zijn eigen huis, hier naartoe om de deur open te maken en dan de monteur binnen te laten. Maar ja, maar hoe de fuck gaat hij het doen? Weet ik niet. Ja, ik heb geen idee, maar die monteur zou binnen een uur hier zijn. Alleen ja, wat stel nou, het duurt nog een uur voordat hij het gaat maken. Het is vandaag dinsdag, hadden we afgesproken met Boas om te gaan karten. Want Boas die dacht Champions League. Ja. En we hebben nog eten gaan halen, dus het gaat helemaal fout. Ondertussen hebben we deze Emma al volgepist. Ja. Nou ja, nee, maar dat is wel de volgende optie. Ja. Maar wie gaat er als eerste dood? Wie was eerst dood? Je was eerst opgegeten. Ik heb eigenlijk niet zoveel gegeten. Jij bent wel zwaks, dus jij mag. Ik denk dat Ruben is het eerst dood.
Ik ben benieuwd. Hebben jullie er zin daar? Deze nee. Video wordt nooit geüpload. Ik ben heel erg benieuwd of een van jullie ook eens een keer heeft. Of jullie even. Nou, we doen een laatste molle. Nee, ik probeer niet aan mijn woorden. Maar zeg maar, ik ben benieuwd of een van jullie ook eens een keer heeft. Is vast blijven zitten in een lift. Laat maar even weten. Hé, hey, nu kap hoor. Blijf maar praten met ons. Wat is met Russ, joh? Hoi! Hey! Hey. Ja! Ja. Ja, we gaan een beetje omhoog. We gaan een beetje omhoog. Rust. We gaan omhoog. Jongens, we zijn weer veilig thuis in het appartement. We zijn eruit gehaald. Uiteindelijk duurde het echt helemaal niet zo lang. En we waren gewoon even een beetje in het lift aan het praten met elkaar. Maar goed, dat was het. Dus ik dacht, ik film het. Leuk voor jullie om te weten dat ik vast zat in de lift. Pik, wat heb jij nou? Ik heb geen idee. Jij zei dat tegen mij wel. Je bent echt groot hier. Ja, maar ik weet niet. Misschien dat van dat oogmasker of zo. Ja, kan wel. Want hoe werd jij wakker? Jij had gewoon het oogmasker op. Nee, alleen voor de story. Echt? Ja, ik heb hem afgedaan. Oh, ik vond het kut liggen. Ik had hem op en dat ligt in het begin heel erg kut. Maar toen ik werd wakker met dat ding hier boven me. Oh. En toen heb ik hem vanochtend wel weer gebruikt. Maar misschien, ik heb hem net gedoucht. Dus ik weet niet, misschien is het nog even een beetje rood. Ik had niet zo heel veel last van het licht eigenlijk vanochtend. Ik werd wel één keer om 9 uur wakker, toen na om 11 uur weer en nu. Ja, dus ik heb lekker weer een keer uitgeslapen. Hé, en ik heb een heel leuk idee. Nou, wel dan. Kom eens even mee. Ik heb hier namelijk. Ah, die kan je weer verneuken dan, of niet? En voor de mensen die het weten, ik ga broodjes bakken. Maar elke keer bij Gio liet ik ze aanbranden. Maar laten we er gewoon inhouden, vanaf nu ga ik het gewoon niet meer doen. Ja, je moet gewoon even opletten. Je hoort het nu pas. Nee, mooi. Ik zou ze maar snel eruit halen voordat het weer te laat is. Wauw. Nou. Wow. Zo. Nou, haal ze er maar uit. Ze zijn mooi goudbruin. Wauw. Oh, geen bordje. Ja, het doet steeds meer pijn, hè? Kut. Moet je eens even kijken, jongens. Ze zijn mooi, goudbruin. Ik ben trots op mezelf. Wauw. Kijk eens jongens, we hebben een nieuwe tv-wand. Hij is echt fucking dik. En we hebben hier Philips Hue achter zitten. Wacht, ik zet hem even aan. Ja, nu zie je het denk ik niet zo hoor. Nee, maar een beetje wel. Zet maar aan. Oh ja, kijk. Alleen boven zie je het nu, omdat daar het donker is. Maar in de avond is het helemaal verlicht. Ik ben hier zo blij mee. Het ziet er zo strak uit. Moet je eens kijken hoe vet het erin zit. Je ziet bijna helemaal niks. Soundbar erbij, super bij, PlayStation. Hartstikke leuk. Kom eens even kijken, dat wij vanavond naar Ajax gaan. Oeh ja, kijk eens even jongens, hier, daar is de Belmer en daar is ook de Arena. En daar gaan wij heen vanavond. En daar gaan wij vanavond heen, want ze spelen tegen... Ik weet het. Go Ahead Eagles. Vitesse. Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Go Ahead Eagles. Go, let's go Eagle Eagles. Ja. Oké, stop maar jongens, ik ga lekker mijn broodje smeren, ik trek. Nou, zoals ik net ook zei, in het hele appartementencomplex, zeg maar, staan alle deuren vandaag open. Het is weekend en wij zijn nog steeds de enige. En kijk, dit zijn dus onze buren. Alleen, er is niemand. En zoals je ziet, het is nog niet eens af. Het is gewoon één hele lege ruimte. Deze woonkamer. Ik vind deze ook zo dik. Deze ook echt mooi. Moet je eens kijken. Het is een andere indeling, maar deze is ook echt heel erg mooi. Zij hebben ook de hele dag zon. Jij wel? Nee, wij hebben beter. Nee, de zon gaat daar onder. Hey Finn, durven we nog wel met de lift? Ja kijk, we zaten in deze lift vast. Nope, linker. Was Diddy. Dus hopelijk gaat deze open. We zijn nu op de 20e verdieping en hier heb je maar 2 appartementen. Dus dat zegt al echt genoeg dat echt heel groot is. Echt hele grote appartementen. Maar dit jongens... Maar dan valt ons appartement een beetje weg eigenlijk. Ja, maar kijk, dit is wel echt een soort droomappartement. Eerst even slaapkamers checken. Oké, eerst slaapkamers. Die zijn dan sowieso echt... Gewoon normaal. Dit is echt een chillen. Als je hier... 3 slaapkamers? Ja, nou, dan stel je woont... Ja. Maar de meeste mensen wonen hier natuurlijk gewoon in een stelletje, toch? Kijk, dit is ook... Ook een mooie slaapkamer. Dit is een inloopkast voor dit. Oh, hier heb je een inloopkast. Ja. Dat is wel dik hoor. Ja. Dit is echt een droomformaat. Oh, kijk eens jongen, overal licht. Fucking veel ramen. Dit is echt heel ziek. Ja, echt groot. Dit is gewoon heel je keukengedeelte. Ja. Maar als je hier zeg maar zo'n hele grote plaat doet, dan kan je ook hier gewoon in de keuken eten, weet je wel gezellig. Mooi balletje. Maar dit is echt heel erg mooi. Het is wel lekker dat nu iedereen ook een eigen bed heeft en gewoon al echt zijn eigen plek. Want eerst was er nu, hier lag er gewoon alleen een matrasje en er stond ze allemaal nog helemaal niks. Maar nu
heb ik ook gewoon hier mijn eigen plek. Dus ik kan gewoon weer lekker muziek gaan maken. En ik kan gewoon weer lekker gaan editen. Wel met mijn oude MacBook. Want die ander... Of trouwens, het is niet eens een MacBook. Met mijn oude laptop, want mijn andere MacBook is gestolen. Er komt een nieuwe aan. Die is onderweg, als het goed is. Maar ik moet het nu heel eventjes met mijn oude laptop doen. Ik weet niet of dit helemaal de bedoeling is. Dat het zo'n raar geluid maakt. Zou dit goed zijn? Ik heb mijn jas aangetrokken en ik stond op het punt om naar de Mediamarkt te gaan. Want ik ga misschien een nieuwe drone kopen. En ja, de vorige keer dat ik een drone had, was ik binnen 2 minuten in de boom gevlogen. Maar ik vind drones gewoon heel erg gaaf. Alleen ik loop nu de deur uit en Ruben zegt, hey, heb jij geen mondkapje? Want je hebt dus blijkbaar nu weer een mondkapje nodig. Ja, inderdaad. Let's go. Oké, Ruben is er klaar voor. Maar liep je nou tegen de muur aan? Beetje. Ja, ik heb geen mondkapje. Ja, moet ik even kopen, denk ik. Oké, ik ga even misschien ergens hier nog. Ruud, ik heb er ook een. Oké, lopen. Let's go. Check trouwens hoe mooi de lobby is, zeg maar de ingang. Ik zeg ook gewoon lobby, alsof het een hotel is. Of heet dat ook een lobby hier? Gewoon de ingang, toch? Gewoon de ingang. Moet je kijken hoe mooi, jongens. Het lijkt echt serieus net een hotel. Onder het gebouw zit een parkeergarage en ik heb ook mijn eigen parkeerplek. Alleen we hebben dat piepertje nog niet, zeg maar het kastje, om ervoor te zorgen dat het open gaat, het luik. Het lavel. Dus hij staat nog eventjes hier in de buurt, in de hoed van Amstelvinna. Open! Ga maar zitten, ga maar zitten. Zo, wat een kanon. Ja, ik was eens een keer voor Ajax hier met een paar mensen. Dan dacht ik, oké, we filmden ons gewoon, we gaan gewoon de Mediamarkt in. Dus zoals bij deze box, dus ik druk hem op play en alles. Ik vind het volume wat harder, maar er gebeurde niks. En opeens liep ik weg en het ding knalde aan. Iedereen schrok zich echt te pleuren. En het was echt druk hier, omdat iedereen hier voor Ajax was. Maar... En toen ben je weggerend. Ja. Het is zo leuk, jongens. De Mediamarkt is vervelend en leuk tegelijk. Het zuigt je energie weg omdat er te veel indrukken zijn. Allemaal tv's, allemaal leuke dingetjes wat je kan kopen en zo. Maar we moeten even naar boven. We moeten even naar boven. Dit moet toch ook gekocht worden, helaas. Ja, moet ook gebeuren. Ja. Vind je dit een mooie? Pas je hoofd erin? Dan is... Doet hij het? Denk ja. Wel, die werkt al, denk ik, hoor. Nou ja, het deurtje gaat open, dus dat is goed. Oké, okay, nou, top. Nou, neem hem. Dan staan we weer. Welke was het? Dat was deze. Weet je, het probleem is, als ik er nu weer eentje ga kopen, ben ik bang dat ik hem weer binnen 2 seconden de lucht in vlieg. Of de lucht in vlieg, de boom in vlieg. Maar ja, snap ik. Maar het is vet, dan kunnen we even het gebouw goed filmen. Mag ik tegenwoordig zo'n vet? Nee, maar je mag hem wel kopen. Ik deze zijn vet. Ruud, dit zijn die POV, dus deze gaan 140 km per uur. En dan kan je met dit kijken. Ja. Oké, jongens, we hebben er één. Een Mavic Air 2. Hoe lang denk je dat ik hiermee ga doen? Nou, ik heb dus net gehoord dat er sensors in zitten, dat je niet tegen dingen aan kan vliegen. Deze kost €200 meer dan de vorige die ik had. Maar als het goed is, heeft deze sensoren die zorgen dat hij zelf uit bomen blijft en zo. Dus dat is wel handig. Ja, echt zo geil. Waarom? Ja, lopen naar beneden. En dan zegt hij, jij hebt een factuur nodig van boven. Terwijl weer boven dat die mensen gaan staan. En die zeggen, nou, ga maar naar beneden, je kan afrekenen. Ik snap het. En dan zegt die vrouw, ja, kun je, hij gaat je helpen. En vervolgens zijn ze 10 uur bezig. Nou Ruud, gaan we eventjes naar huis en over een paar uurtjes gaan we weer hierheen. Ja, lekker hè? We gaan naar Ajax. Joepie! Joepie! Hey! Wat een kut weer opeens. Ren! Ren voor je leven! Er hangt al kerstverlichting. Lekker vroeg Ruud. Ja, lekker toch? Het is alleen jammer, wij zijn er alleen niet met kerst. Nee, maar maakt niet uit. Wij zijn met kerst altijd in Oostenrijk skiën. Skiën met de mannen. Nou jongens, moet je eens even kijken, wat een sfeertje hé. Lekker digitaal. Ben jij niet de ex van... Wat een raar. Dat is zo'n raar gerucht, vind ik dat. Dat mensen denken dat Bas ooit een relatie heeft gehad met Jade. Misschien is het wel zo. Nee, maar het is niet zo. Het is wel zo. Wees nog gewoon een keer eerlijk. Ik ga hem even omkleden, want wij gaan zo richting Ajax. En daarna gaan we gelijk door richting Amsterdam. Want vanavond geeft Diego, een vriend van ons, een feest in de air. Dus we gaan even gezellig buurten. Alleen ik ga mijn camera niet meenemen deze keer. Maar ik denk dat ik gewoon op mijn telefoon nog een paar dingen ga filmen. Dus die beelden komen er nu aan. We moeten snel de bus halen, anders komen we te laat. We hebben hem gehaald hoor. Gelukkig wel. We zitten erin. Strijd. Niet normaal. Jongens, ik vind het erg man. Geweldig. Ja, hij vindt het goed. Vind je het goed? Hij vindt het goed, ja. Eerste helft is geweest, nog steeds 0-0. Wat een gekkigheid. Wat een gekkigheid. Een potje, hè? Wat een potje. Wat een pot. In de Champions League doen ze dat zo goed en dan gelijk weer. Hè? Go ahead, Eagles. Ja, maar... Moet ik tegenstander. Sta maar PSV. Ja, wel. Het is wel lastig. Nou goed, hopen we de tweede helft.
Wil. Ja, dat is kut. Ja, dat is gewoon kut. Ja, kan gebeuren. Wat heb je gedaan? Bingo. Nee, we waren een beetje in de stad bezig. In de stad bezig? Ja. Nee, we waren uit. Die sprong iemand op mijn rug. Een chick. En toen ben ik voorover geknald. En nu heb ik de schouderbees gescheurd. En moet ik volgende week terug om te kijken voor de operatie. Waarschijnlijk hetzelfde als Sam. Ja. Sam is een keer neergehaald. Toen was ik gevallen op zijn schouder. Toen was heel zijn schouderbees gescheurd. Omdat hij een Teletubby pakken het veld op rennen bij Creators of Zee. Jij hebt ongeveer hetzelfde. Ja, ongeveer hetzelfde. Maar, dat is wel kut. Ja, de fysio zei vandaag dat het 6 maanden zou kunnen duwen. 6 maanden? Voor mijn voetballen en zo. Nee, pik. Dat is wel echt heel kut. Heel pak kut. Dit is het uitzicht vanuit mijn bed. En kijk eens wat lekker. Ik kan hier tv kijken en ik kan lekker naar buiten kijken. Er komen binnenkort hier nog gordijnen. Maar goed. Ik heb een hele leuke avond gehad. Ik ben naar Ajax geweest. Helaas 0-0 tegen Go Ahead Eagles. Fucking stom. Maar goed, daarna zijn we naar de Erg gegaan. Was hartstikke leuk. Toen hebben we nog even hier gechilld met een paar mensen. Maar ik ga nu lekker slapen. Dus vond je dit een leuke video? Laat een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet te abonneren. En dan spreek ik jullie later.